Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 30 december. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat jullie meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb wat nieuwe make-up getest. Onder andere een oogschaduwpaletje. En voor mijn wangen, zeg maar, blush, highlighter en bronzer. Ik heb mijn haar eventjes zo een beetje gedaan. Soort staartje, maar dan een beetje omhoog. Maar ik voel me een beetje een ongetemd leeuwtje qua haar. Mijn haar zit niet helemaal fantastisch, maar... Het is wat het is. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar 4 handen op 1 buik. Mooie uitzending. De naam Man bij het Hond XL. Dat had ik opgenomen. Dat heb ik dan daarna gekeken. Want het komt precies op dezelfde tijden, zeg maar. Klein stukje van de film van All You Need Is Love. Die kijk ik vanavond even af. Ik heb nog de film Zwaar Verliefd opgenomen. Die leek me ook wel heel leuk. Daarna ben ik aan het werk gegaan. Mijn blogpost is online gekomen. De video is ingepland voor die nu ook al online staat. Ik heb de vlog afgemaakt en toen was de tijd wel op. Want toen moest ik nog de foto's bewerken voor het artikel van vandaag. En dat is nog niet gelukt, dus dat ga ik vanavond ook maar eventjes doen. En toen heb ik nog Rex gekeken en het 12. Vanavond heb ik alweer de allerlaatste van het 12. Ik vind het echt super jammer. Ik vond het echt een hele goede serie. Maar ja, het is niet anders. Nu ga ik zo meteen aan het schoonmaken. De woonkamer is aan de beurt. Mijn coach komt 4:15. Dan gaan we boodschappen doen en daarna gaan we samen eten. Want als afsluiting van dit jaar, dat stelden ze vorige week voor, dat vond ik wel super leuk. Dus dat gaan we dan doen. Wat heb ik aan vandaag? Ja, ik heb eigenlijk gewoon de outfit aan die ik voor mijn verjaardag had gekocht. Ik dacht, nou ja, weet je, ik kan altijd wel in mijn spijkerbroek. Maar ik vond dit ook wel leuk, dat rokketje. Alleen, ik ben nog steeds niet helemaal van de crop tops. Maar gewoon met een shirtje eronder vind ik het prima. Ik heb mijn sieraden om van Mimoneda, mijn ketting. En deze armbanden, die komen ook van de juwelier. Zijn verder niet van het merk. Dus dat. Ik ga zo even muziekje aanzetten en dan ga ik hier eventjes aan de poets. Ik hoorde wat vallen toen ik in bed lag, maar ik weet niet wat het was. Ik heb wel weer ruk geslapen, want de nachtmerries waren weer aanwezig. Elke keer droom ik over pistolen en zo. En ik snap niet waar het vandaan komt. Ik bedoel, ik ben nog nooit in aanraking geweest met een pistool. Dat wil ik ook graag zo houden, maar het is zo vaag. Het was niet fijn, dus ik werd daardoor heel vroeg wakker. Toen ben ik naar de wc gegaan, maar gewoon dat je jezelf dan gewoon... Je gaat zo zweten, zeg maar, bij die nachtmerries... Nou, het is gewoon niet te doen. Ik kan gewoon heel slecht tegen zweetgeuren. En helemaal als je dan jezelf ruikt. Nou, toen ging ik daarna natuurlijk, toen ik weer had geslapen en wakker was geworden, nog sporten. Dus toen heb ik mezelf heel erg grondig schoongewassen. En nou ja, nu is het weer goed. Maar het is gewoon niet zo prettig allemaal. Laten we hopen dat 2021 minder nachtmerries gaan krijgen, maar ik weet het niet. Ik ga er in ieder geval bij zitten met de schoonmaak, dus ik ga even muziekje aangooien, mijn water maken. Ik moet nog even boven een schoonmaakmiddel pakken, want die was op. Dus ja, dan gaan we wat doen. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik had vanmiddag geen tijd meer om te vloggen, want ik had Nathalie eventjes nog gebeld.
Ik heb inmiddels lekker gegeten. We hadden frietjes opgehaald, dus het was echt heel lekker. Alleen was het niet helemaal goed gegaan. Ik had twee frikandellen zonder besteld, dus we hadden twee frikandellen speciaal erbij gedaan. En één zonder, dus ik had nu één frikandelletje, maar mijn coach kon daar patat niet helemaal op. Dus dat warm ik morgen wel op voor het avondeten. Ik heb boodschapjes gedaan, die zal ik jullie eventjes laten zien. Dan kan ik dat ook gelijk even opruimen, want het zit al even in de tas natuurlijk. Allereerst heb ik hier keukenpapier. Ik heb haricotvertjes en twee blikjes met energiedrank. Dan heb ik chocomel. Mini frikandelletjes van morgenavond, want ze hadden de snackjes niet meer. Zakje patat. Zakje mini frietjes voor zondag. Ik heb een schnitzeltje voor zondag. Aardappelschijfjes. Ik heb toontjes gehaald. Een dingetje met olie voor de oliebollen. De oliebollen mix natuurlijk. Twee apple bandetjes voor morgenavond en vrijdagavond eentje. En wat heb ik nog meer? Oh ja, poedersuiker. En slavinken. Dus dat waren ook boodschapjes. Niet super veel. Ik heb gelukkig nog even checken halen bij de benzinepomp. Want die had het wel gelukkig. Het was heel fijn. Dus ik ga zo even douchen. Dan ga ik eventjes de bank op. Dan moet ik nog even wat foto's bewerken. Voor het artikel voor vanavond ga ik de vlog inplannen. En dan ga ik vanavond even een paar All You Need Is Love terug verder afkijken. De film en een stukje van Zwaar Verliefd kijken. En dat is dan ook wel weer mijn avondje. Dus verder niet heel erg bijzonder of zo, maar wel gewoon lekker. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. In ieder geval blij dat mijn huisje weer lekker schoon is. Dus ja, morgen weer een nieuwe dag om te vloggen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 31 december, de laatste dag van het jaar 2020. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo oliebollenmix maken. Daar ga ik jullie bij zetten. En ook bij het bakken van de oliebollen. En dat is dan ook het enige vandaag. Want ik probeer iets langer door te vloggen met oud en nieuw, zeg maar. Ik hou wel een beetje mijn hart vast. Het gaat hier best wel tekeer qua vuurwerk. Er wordt best wel veel afgestoken. Had ik ook wel verwacht dat mensen zich niet echt aan het verbod zouden houden. Maar ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast wat er gaat gebeuren qua qua narigheid en zo. Dus ik ben er een beetje bang voor. Nog niet eens per se in mijn eigen plaats, maar ook wel gewoon landelijk. Ik hoorde net al dat zelfs de postcode loterijprijs morgen niet wordt uitgereikt. Maar dat ze te bang zijn voor grote feestjes. Dat ze dat dus niet gaan doen. Dus ja, we moeten het zien. Maar in ieder geval gaan wij straks oliebollen bakken. Verder heb ik gisteravond de film All You Need Is Love afgekeken. Was leuk. Mooie film. Daarna heb ik gekeken naar dat was nog een kerstspecial van All Together Now. Maar dat bleek dus gewoon een herhaling van vorig jaar te zijn. Ik heb hem vorig jaar nooit gezien, maar ik wist dat niet. Dus ja, dat was niet zo heel slim, zeg maar. Maar het was wel prima. Ik heb de laatste aflevering van de 12 gekeken. Ik ga niet vertellen wat de uitkomst is. Want misschien ben je zelf geïnteresseerd in deze serie. Maar ik heb wel op het puntje van de bank gezeten. Ik vond het wel heel spannend. De ontknoping die was echt wel heel verrassend. Ik vond dit echt een hele goede serie. Ze hadden voor mij zeker nog zo'n soort serie mogen maken met een seizoen 2. Maar dat is dus, het is niet gebeurd. Maar ik vond dit echt een hele goede serie. Ik heb het wel een beetje koud. Ik zal het straks nog kouder krijgen, want ik ga wel de deur openzetten met de bakken van de oliebollen. Is natuurlijk ook niet echt, het is gewoon niet echt fantastisch dat je het niet buiten kan doen. Maar ja, ik vind vers gebakken oliebollen wel de lekkerste en ik had ze toch niet vers kunnen houden, omdat ik ze gisteren al moeten halen. Ik heb verder mijn artikel online gezet, de vlog is ingepland. Ik heb ook al heel erg genoten van jullie lieve berichtjes die ik heb binnengekregen. En nog even een mijlpijltje wat we moeten delen. Kijk, ik heb op de valreep toch nog even
gaat hij dit lekker scherp stellen. De 342 abonnees binnen mogen halen. Dus dat is natuurlijk leuk om 2020 mee af te sluiten. Daar ben ik heel blij mee. En ook gewoon heel veel lieve berichtjes van jullie op mijn video van gisteren. En op de video van vandaag. Daar was ik ook heel gelukkig mee. Dus dat vond ik echt super leuk. Ik heb ook nog Rex gekeken trouwens. Dus dat was het. Ik ga nu straks even stofzuigen. Ik ga eerst even een mix maken. En dan ga ik jullie bijzetten. En dan kan dat rijzen. Dan kan ik ondertussen even wat andere dingetjes doen. De was moet er nog even af. Die moet ik even opvouwen. Die kan ik misschien wel even naar boven brengen. Dan ga ik nog even een bullet journalen. En dan kunnen we... Dat moet volgens mij 3 kwartier rijzen. Dan kunnen we naar oliebollen bakken. Dus nou, dat is een beetje de planning. Ik ga wel gewoon op tijd douchen. Want ik ruik natuurlijk daarna helemaal naar oliebollenmix. Maar ik ga wel nog even een jurkje aantrekken vanavond. Gewoon om een beetje het gevoel te hebben dat het niet zo simpel is om in je chill kleding te zitten. Maar gewoon toch een beetje oud en nieuw gevoel. Dus dat ga ik doen. Ja, ik zou eerst soep maken. Maar omdat het gisteren niet helemaal goed was gegaan met het bestellen bij het eten. Heeft mijn coach haar patat niet opgegeten. Die had patat zonder saus. Dus er is nog heel veel patat van over. Dus dat ga ik maar gewoon opwarmen in de magnetron. Dat deed ik vroeger altijd en dat vind ik heel lekker. Dan ga ik dat gewoon als avondeten eten. Want ik heb vanavond ook nog mini frikandelletjes. En ik denk, ja, weet je, vind ik het een beetje zonde om uitgebreid soep te gaan koken. Terwijl ik die patat heb staan die ik anders weg moet gooien. En ik hou eigenlijk niet van om eten weg te gooien. Dus, nou ja. Ik ga eventjes mijn dingen doen en dan... Ja, ga ik jullie er gewoon eventjes bij zetten. In ieder geval bij het maken van de oliebollen. De oliebollen zijn klaar. Vraag mij zeker niet om in een oliebollenkraam te gaan staan, want ik ben er niet heel goed in. Maar ze zien er lekker uit, dus tijd om te gaan proeven. Oké, tijd om een hap te nemen van deze oliebol. Dit is echt super lekker. Ik kan niet anders zeggen. Ik zeg toch weer geslaagd, die oliebollen dit jaar.
Zo, de katten hebben net ook gegeten. Die oliebollen zijn veel te lekker, dus ik moet er nu echt van mezelf even vanaf blijven. Ik ga nog heel even lekker relaxen. Dan ga ik straks wel even lekker douchen. Ik heb dus een jurkje gepakt. Laat ik vanavond nog even zien, want ik sluit hierbij niet de vlog nog af. Kijk eens hoe top dat gaat. Oliebollen eten en lipstick. Fantastisch. Niet dus. Dus ik zie jullie sowieso vanavond nog terug. Want ja, dan kan ik nu even lekker relaxen. Straks even douchen. Omkleden. Ik ga dan niet weer helemaal in de make-up hoor. Weet je, ik zie verder toch niemand. Dan vind ik het ook prima. En ervoor zorg ik dat ik niet van die oliebollen ga afblijven. Want ik vind ze wel echt veel te lekker. Niet goed. Dat komt niet goed. Maar vanavond bij de koffie sowieso weer oliebollen. Zo, inmiddels lekker gedoucht. Ik had het zo ijskoud straks. Dat was niet normaal. Ik heb nu mijn eten in de magnetron zitten. Ik zal je even laten zien wat ik aan heb getrokken. Ik heb gewoon dit jurkje aan. Het is wel een ander jurkje als van de week. Want deze heeft alleen deze mouwtjes. En die andere loopt hier door met de kant. Maar ik dacht, dan zien we er toch een beetje feestelijk uit. Ook al doen we niks. Ik heb straks wel een klus. Want check mijn keuken. Eén ontplofte bender. Dus die gaan we straks even opruimen na het eten. Dit kan ook leeggegoten worden. Want dit is nu helemaal afgekoeld. Dus nou ja, dit moet nog koud. Mijn bubbels, mijn blub blub bubbels. En mijn Apple Bandit. Maar ik had even geen plek in de koelkast. Dus ik ga even wachten tot mijn eten klaar is. Dan ga ik even wat tv kijken. Dan ga ik de keuken maar even opruimen. En dan zie ik jullie later. Kijk eens even, mijn keuken is weer aan kant. Niemand die nog ziet dat hier vanmiddag oliebollen gebakken zijn. Echt heerlijk, alles opgeruimd. Wat chloor door de afvoerbak. Heerlijk. Ik ga nu eventjes mijn haren kammen. Mijn beeld gaan maken, want ik heb er wat spetters op zitten. Ga ik de laptop even aanknallen. Dan ga ik even wat doen voor mijn blog. Ik moet nog foto's bewerken. Ik denk niet dat ik alles vandaag afkrijg. Dus ik ga even wat doen. Het is 7:30. En dan kijk je straks lekker GTS heen. En daar ga ik de Mosk Stinger kijken. En dan in de reclame nemen we maar eventjes koffie met nog een oliebol. Want ja, het is oud en nieuw, dus het kan gewoon. Het is inmiddels 9:50. Ik word hier echt doodgegooid met van die matjes, die knallen. Ik versta bijna de televisie niet, zo hard gaat dat. Dat zijn kinderen die dat aan het afsteken zijn. Ik heb zelfs straks een strooiwagen gezien. Ik voel me een beetje een pandetje, want de make-up zit onder mijn ogen. Dat is niet helemaal goed gegaan om te afhalen. Moet ik straks nog maar eventjes doen. Ik heb zelf al bij 1 Mask Singer 2, weet ik bijna zeker. Ik denk sowieso Frans Bauer en ik denk John van de Heuvel. Maar ja, het wordt even afwachten. Maar ik heb zelf de idee dat hun erin zitten. Frans Bauer weet ik 100% zeker. Gaan we weer, jongens. Ondertussen eventjes mijn foto's te bewerken. Ik denk niet dat ik ze helemaal afkrijg hoor vandaag. Ik moet nog een nieuwe Netflix-serie uitzoeken ook. Maar ik ga zoiets even wat drinken, want ik heb een beetje een droge mond. Maar dat ben ik dus nu aan het doen. En dan ga ik hierna maar ik hou van Holland kijken, want het lijkt me ook wel leuk. Ik red het net niet, zeg maar. De overloop is niet heel erg lekker, want volgens mij duurt dit tot 9:50 en begint ik hou van Holland. Tot 10:00? Eens even kijken. Dus TV Gids, maar volgens mij klopt het ook niet helemaal. Nou, echt, hoe moet dit? Dit duurt tot 9:50. En ja, zie, dit klopt niet, want hier staat nog Jochem Meijer om 9:50 begon. Maar dat klopt dus niet, want die kwam om 8:30. Dus er klopt helemaal niks van de hele programmering niet. Maar goed, ik ga het straks wel even zien. Ik ga proberen het nog even verder te volgen. Dus ik hoop dat ze even ophouden met die matjes. Maar dan snap ik ouders ook niet, als ik heel eerlijk ben. Heb je een vuurwerkverbod en je gaat kinderen, ze zijn nog vrij jong, ga je dan wel met van die matjes de straat op sturen? Denk van, wat ben je dan voor voorbeeld? Maar goed, het zal wel aan mij liggen, denk ik dan.
Nou, daar is hij dan, het nieuwe jaar. Het is 2021. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En ik hoop een heel gezond en liefdevol nieuwjaar. Het vuurwerk gaat nu best wel hard tekeer. Ik kijk natuurlijk op tv. Ik geloof dat de katten het nu niet zo heel erg leuk meer beginnen te vinden. Ik heb al het idee dat ik bijna niet te verstaan ben. Nou ja, ik zou bij deze zeggen... Proost! En ja, ik ga zo eventjes een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik was nog even bezig met de foto's, maar ik ga zo gewoon even een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Die ik straks wil kijken en ik ga dan weer kijken naar Zonnestad. Ja, ik ga dan bij deze ook jullie gewoon morgen weer zien, want het is nu verder toch niet meer heel spectaculair of zo. Ik ga morgen lekker uitslapen en dan... gaan we morgen wel eens zien wat we doen. Maar ja, het is wel weer raar hoor. 1 januari, nieuwjaar. Heel vreemd. Maar goed, ik zal bij deze in ieder geval zeggen... Ja, eigenlijk zeg ik tot morgen. Maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen tot straks weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 1 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb een gekleurde lippenbalsem op. Want ik heb onwijs zere lippen. Ik begon gisteravond al, dus ik dacht, nou, dus toch de lippenbalsem wel even beter. Wat is er, tijger? Mijn katten zijn een beetje vervelend. Kom! Ik heb het koud. Ik voel me echt onwijs brak en het slaat helemaal nergens op, want ik heb niks bijzonders gedaan. Ik moet zeggen, met een make-upje erbij, dan voel je al snel wel wat beter. Maar ik heb altijd een beetje zo'n brak gevoel na oud en nieuw. Ik weet niet of het herkenbaar is. Ja, net wat ik zeg, het slaat nergens op, want ik heb niks bijzonders gedaan. Het was een hele normale avond, maar ja, toch voel ik dat. Ik zie ook dat de, kijk, hier is een hapje uit mijn lak. Dus die heeft ook zijn beste tijd wel weer gehad. Nou ja, eigenlijk, ik heb nog even mijn series gekeken. Ik ben een nieuwe serie begonnen op Netflix, die heet Over Water. Kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, want ik zit er ook nog niet echt lekker in. Het heeft me niet vanaf aflevering 1 gegrepen, dus ik moet even kijken of het wat voor me is. Ik had een beetje research gedaan van wat voor series zijn er nog op Netflix, wat mij ook aanspreekt. En die series die stonden er dus niet op. Dat had ik dan via internet gedaan, maar ja, die kon ik niet vinden. Ik heb wel Zonnestad gekeken, dat was wel spannend. Dus, nou ja... Ik heb even mijn boek gelezen. Toen was ik ook wel echt moe. Dus toen ben ik ook gaan slapen. Vandaag op de planning. Ik ga zo even een was aanzetten. Dat is wel echt nodig. Daarna ga ik eventjes... Ik wil even kijken. Ik had van mijn vader de tip gekregen. Ik zit natuurlijk met het ophangen van die kapstok. Daar moeten eigenlijk hele grote pluggen bij. Maar ja, de bouwmarkten zitten dicht. Toen zei hij van je wat je ook nog kan proberen... is om dat gat dicht te maken en daar dan een... Waar heb je last van? Om dan daar eventjes een... dat gat dus dicht te maken met vulmiddel en daar dan een plug in te duwen, zodat hij eigenlijk dan op kan drogen. Dus dat wil ik eigenlijk even gaan proberen. En verder ga ik gewoon even bullet journalen. Dus verder doe ik niet zoveel. Ik moet nog even kijken wanneer ik de kerstspullen ga opruimen. Dat vind ik altijd wel, weet je. Dan heb je die feestdagen gehad, wat ik ook echt prima vind. Ik vind het heerlijk dat het weer gewoon 1 januari is. Maar je hebt wel gelijk dan weer dat het straks heel kaal is in huis. Omdat je spullen dan weer, je hebt minder lichtjes en zo. En ik denk ook dat je dat straks op de straten wel weer heel erg gaat merken. Want nu, als je dan door de straten reed bij mensen, zag je heel veel gezelligheid in huis. Sommigen hadden de hele tuin versierd en dat is dan straks allemaal weer weg. Vind ik altijd wel weer even wennen. Ik moet wel zeggen dat die Mask Singers, die waren best wel makkelijk gisteravond. Dus het was wel heel leuk om naar te kijken, maar ik had ze allemaal goed. Dus op zich ook wel eens een keer leuk. Ik ga nu eerst maar even een wasje aanzetten en even hier stofzuigen. Ik wil eigenlijk ook de keuken nog een grote beurt geven van de week. Maar daar heb ik nu allemaal niet zoveel zin in hoor. Nu ook even een beetje relaxed. Dus nou, ik ga in ieder geval eventjes de was aanzetten en stofzuigen. Dan ga ik even kijken of ik die muur kan vullen. Dus dat is even voor nu de planning. Dit is trouwens mijn nieuwe journalboek voor mijn blog en YouTube voor 2021. Ik heb toch nog eventjes de keuken iets schoongemaakt. Ik heb dit hele plankje hierboven helemaal schoongemaakt. En deze.
En deze. En nu ga ik gewoon nog even lekker knutselen. Daar heb ik in ieder geval al wat gedaan. Dat plantje was natuurlijk ook super vet. Ja, oliebollen gebakken en zo. Dus ik dacht, nou, is dat in ieder geval klaar. En nu ga ik maar eventjes bullet journalen. Oh ja, ik ga eerst even een andere batterij in de klok doen. Want dat irriteert me mateloos. Die klok staat weer verkeerd. Dus dat ga ik eerst even doen. Katten hebben net gegeten, maar ik ben wel een nagelding kwijtgeraakt. Dus het gaat er nou vandaag of morgen ook wel af. Ik heb dat gedaan met die... kijk, met die pluggen. Ik weet niet of het gaat werken hoor. Het is echt even puur kijken, maar we gaan het zien. Moet nu toch eerst uitharden. Katten hebben net gegeten. Ik heb wel even lekker gebullet journaled. Maar nu ga ik nog even lekker relaxen en dan ga ik straks even eten bestellen, want daar heb ik wel zin in. Dus dat ga ik sowieso doen. Verder, vanavond wil ik nog even de film van Zwaar Verliefd kijken. Misschien nog een afleveringetje van Undercover. En ik moet verder nog met mijn foto's voor mijn artikel en ik moet de video nog in elkaar zetten. Dus ik ben nog wel even druk. Verder ook niet heel veel bijzonders. Ik ga sowieso weer naar... serie kijken op Netflix over water en ik heb weer lekker zonnestad, dus dat is wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik blijf een beetje in de brakke sfeer hangen, dus ja, ik denk dat ik morgen maar... Het is beter om morgen dan gewoon weer verder te vloggen, dus ja. Ik ga even lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 2 januari. Ik ben klaargemaakt en ik heb zoiets pijnlijks meegemaakt. Taartje, hou daar iets mee op. Ik heb van de week heb ik mijn teennagels geknipt. Alleen de nagel van mijn grote teen, ik heb ook heel erg last van mijn oog. Ik weet niet wat het is. Die heeft heel erg de neiging om in te gaan groeien, zeg maar. Dus ik had mijn nagels geknipt. Toen ben ik gisteren half in mijn slaap. Half wakker merkte ik dat mijn teen het weer deed. Dus toen heb ik toch gevoeld, toen voelde ik dus zo'n klein toornageltje. Nou, weer in slaap gevallen, maar toen ik dus wakker werd, toen wist ik dus, toen voelde ik die pijn nog steeds. Toen dacht ik, oh ja, dat was dat nageltje. Dus die heb ik op een gegeven moment geveld, maar de pijn bleef heel erg, ook het veilen deed heel erg zeer. Tijgertje! Nou ja, gewoon verder...
mijn dingen gedaan. Toen lag ik op een gegeven moment in bed gisteravond. Toen merkte ik dat ik met mijn nagel aan mijn dekbed bleef hangen. Wat bleek dus, dat toornageltje zat er dus nog steeds. En toen ben ik een beetje gaan pulken met mijn vingers. En toen had ik hem er op een gegeven moment af en de pijn was ook weg. Dus echt, hoeveel pijn kan zo'n klein dingetje veroorzaken? Ik dacht op een gegeven moment zelfs dat mijn teen ontstoken was of zo. Zoveel pijn deed het. Maar goed, het was niet aan de hand. Nagellak is eraf. Het was wel weer een beetje een moeite, maar oké, het is gelukt. Ik had lekker eten besteld, dat was heel lekker. Was ook goed op tijd nu dit keer een keertje, dus dat was ook wel prettig. Ik heb de film Zwaar Verliefd gekeken, die was echt super leuk. Die was dinsdag op tv, die had ik opgenomen. Want ik vind het altijd wel prettig dat ik reclames kan doorspoelen. Want als ik iets vervelend vind, dan zijn het reclames. Dus die kon ik dan lekker doorspoelen, maar die was echt super leuk. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deel 2, want het is dus van een boek afkomstig. Dus ergens wil ik misschien nog wel het boek ook gaan lezen. Daarna heb ik een stukje Undercover gekeken en ja, verder was er ook eigenlijk niet heel veel bijzonders. Dus ik heb weer naar Overwater gekeken en naar Zonnestad. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik ben alleen super lang bezig geweest met mijn artikel en met mijn video. Dus dat allemaal een beetje tegen, maar goed, het is uiteindelijk gelukt. Nu ga ik zo even stofzuigen en dan ga ik daarna even met jullie mijn nieuwe kwastenwasser uitproberen. Want daar ben ik heel benieuwd naar. En mijn kwasten moeten gewassen worden. Dus ik dacht, nou, dat kunnen we nog wel even samen doen. En daarna ga ik even foto's maken alvast. Want normaal doe ik dat op zondag. Maar dan kan ik morgen de boom opruimen en de kerstspullen. Dus dat leek me wel een goed idee. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Ik moet even kijken of Witsen nog op tv komt. Anders moet ik dat even opnemen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ja, ik ga even gauw mijn stofzuigen en zo. En dan gaan we zo even kijken naar de kwastenwasser. Nou, ik heb het apparaatje er even bij gepakt. Dit is hem dan. Dry cleaner en dryer. Schoonmaken en drogen in 30 seconden. Nou ja, we gaan hem gewoon maar eventjes openmaken. Ik denk dat er ook wel een beschrijvingje bij zit. Ik weet nog niet zo goed hoe dit in zijn werking gaat. Alles zit in een zakje. Even kijken hoor. Dit is het bovenstukje. Die hebben we, weet ik niet of we die nodig hebben. Ja, die hebben we ook nodig. Er zit ook gelukkig een beschrijving bij. Dit is de aan- en uitknop. En dan heb ik hier allerlei opzetstukjes. Ik ga even het boekje erbij pakken. Hoop wel dat het in Nederland op staat. Oké. Hoe te gebruiken. Er moeten 2 AAA batterijen in. Even kijken. Oh, die moeten natuurlijk hierin. Duw de spindel in het gat van het apparaat. Kies de juiste kraag. Maat en plaats deze op de spindel. Dus dit zijn de kraagmaten dan, denk ik. Hier gaat je borstel in. Ja. Oké. Helder. Steek de make-up borstel in de kraag. Controleer of alles goed en recht bevestigd is. Aanpassen indien nodig. Kies de vloeistof om je borstel te reinigen en vul de kom. Zet de borstel in de vloeistof, maar zorg ervoor dat de metalen huls boven het oppervlak van het water blijft. Om beschadigingen te voorkomen. Wacht 5 seconden. Zet het apparaat dan aan en laat de borstel gedurende 10 seconden draaien. Haal de draaiende borstel na 10 seconden geleidelijk aan uit het waterreinigingsapparaat. Houd hem draaiende in de kom. Draai de borstel nog 10 seconden buiten de kom. Hierna is je borstel droog. Herhaal indien nodig stap 6 en 8. Breng de borstelharen weer in de juiste vorm na het bovenstaande proces. Verwijder de borstel van de kraag en de kraag van de spindel. Was de kom en de kraag. Oké. Even kijken hoor. Zet. 6 is de basis. Dat is dit. Dit is het basisdingetje. Nou, dan zijn dit de kragen zoals ik net al zei. Nummer 4.
zijn de spindels. Oh, wacht, wat zijn deze? Dit zijn de spindels. Nummer 3 is de nek. Nou, dat zal... Nee, dat is niet deze. Daar is de nek dan. Oké, de nek zit er denk ik al op. Dat is denk ik dit dingetje. En dan 2 is de kom en dat is het apparaat. Maar nu moet ik wel even kijken. Dit gaat denk ik hier zo op. Ja. Oh ja, dit gaat dan hierin. Nee, dat gaat niet. Even lezen hoor. Nummer 6. Ja, dan moet je gewoon een kraagmaat kiezen. Dus bijvoorbeeld deze. Dan gaat hier je borstel in. En dan denk ik... Nee. Ik doe iets nog niet goed, jongens. Dit moet toch niks zijn, zou je denken. Ik ga even heel goed lezen. Oké, ik heb de vloeistof erin gedaan. Ik heb er batterijen in zitten en er een kraag op gezet. Dus nu ga ik beginnen met een van de grotere borstels erin te steken. Die zit er nu op. En dan moeten we 5 seconden wachten. En dan... Oké. 10 seconden moet hij draaien. Oké, het gaat nog niet helemaal geweldig, dus ik doe nog niet, het is nog niet helemaal goed volgens mij. Oh, wacht, volgens... Hè? Moet die spindel dan in de kom? Ik heb het idee dat die spindel dus... Die hebben ze erop zitten, maar dat kan helemaal niet. Nou. Nog een keer. Maar nou zit hij, je moet hem wel naspoelen, denk ik. Hij is wel schoon, alleen je moet hem wel even naspoelen, want er zit nu nog allemaal spul in. Dus nou ja, dat werkt dus top.
Nou, zoals je kan zien valt het nog mee hoe vies het water is. Ik ga dit nu even opruimen en dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik zo even spullen pakken voor de foto's. Die laat ik je dan nog even zien. Maar eerst dit maar even opruimen. De fotospullen. Ik ga gelijk ook maar de lipsticks van Friends fotograferen. Want ik weet niet hoe lang die nog te koop zijn. Dus die drie. Dan heb ik dit oogschaduwpalette op The Wild. Ik heb deze glow primer van het Kruidvat. En ik ga de nieuwe Real Techniques kwassenfoto's van maken. Want dan kan ik die ook lekker gaan gebruiken. Dus dat ga ik nu even doen. Mijn kwasten zijn nu helemaal schoon. De volgende keer, als ik weer een setje ga gebruiken, doe ik het gewoon. Ga ik ze nog even in een bak met water laten nadrogen. Of naspoelen. Ze zijn nu helemaal schoon. Ik heb ze nu dus even nagespoeld. Maar dat ga ik dus de volgende keer even anders doen. Maar het werkt wel heel goed met dit setje. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik moet de kom nog even naspoelen. En dan is dat allemaal al klaar. Maar nu eerst maar even foto's maken. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb zelfs de grond al afgehaald, want ik was om 4 uur al klaar. Ik denk, dat kan nog mooi. Ik heb net nog een oliebol gegeten, maar die was hartstikke taai. Dus ik heb nu een hele zere mond. Echt zo, mijn kaak doet zeer van het kauwen. Dus die kunnen straks ook weg. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan even douchen, eten. En dan hebben we vanavond weer weet ik veel. En dat vind ik super leuk. Witse kwam ook, want dat heb ik al ingesteld. Ik deed nog even laatst undercover kijken en verder wil ik even alvast met de vlog aan de gang. Ik ga sowieso weer over water kijken. Ik weet deze naam niet. En Zonnestad. Verder ook niet heel veel op de planning. Ik zag ook dat de quiz al niet meer kwam. Die top 4000 quiz, dat vond ik wel erg jammer. Had ik wel leuk gevonden, maar dat was misschien echt maar een paar keer, dat weet ik niet. Dus ja, verder wel een rustig avondje. Ik hoop op een goed cijfer, dat weet ik veel. Even terugkomen op de kwastenreiniging set. Ik vind hem echt super fijn. Het is echt wel, ik ben wel heel blij ermee. Gewoon, het is wel eventjes een beetje natuurlijk, omdat het de eerste keer was, ging het niet zo heel soepeltjes gelijk. Je moet toch even een beetje kijken van welk hulpstukje moet je hebben, zeg maar, waar je kwast in past. Ik had niet een heel klein hulpstukje waar alle kwasten in passen, dus ik heb een paar nog wel met de hand moeten doen. Maar ja, dat ligt gewoon aan de steel van de kwast. Ja, sommige zijn gewoon uberdun en daar is gewoon dan niet een passend hulpstukje voor. Maar goed, verder is het, voor de grote kwasten werd het ook gewoon echt ideaal, want ze worden echt goed schoon. Poederkwasten werken wel beter als kwasten zoals foundation en zo. Dat vind ik nog een beetje lastig, dus daar moet ik nog eventjes mee kijken. En misschien dat ik nog iets eventjes nog even een keer een tutorial kijk hoe anderen dat doen, mocht die er zijn met het drogen. En dat, want ik heb nu wel het idee dat er heel veel zeep aan blijft zitten, vandaar dat ik de droogfunctie niet heb gebruikt, zeg maar, omdat ik ze nog heb nagespoeld. Dus daar wil ik nog eventjes over in gaan verdiepen, maar voor de eerste keer vond ik het in ieder geval een groot succes. Ik ga in ieder geval nu lekker relaxen. Mijn kaak even ontspannen, want die doen echt zeer. En dan ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Ik ga nog even genieten de laatste avond van de kerstspullen, want morgen ga ik het opruimen. Ik vind het ook wel weer heel erg jammer hoor, want ik vind het mis wel de gezelligheid, maar ook wel weer lekker als het straks gewoon allemaal weer normaal is. Dus goed, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 3 januari. Ik zit even op de bank en ik ga zo de kerstspullen opruimen. Eventjes alles weer normaal, dus dat is ook op zich wel weer lekker. Gisteravond heb ik meegespeeld met weet ik veel. Ik ging op zich eerst wel lekker, maar uiteindelijk heb ik geen voldoende gehaald. Ik had een 5.2. Vond ik wel jammer, de laatste ronde was gewoon echt super moeilijk. En ik sprong er 3 katten bovenop me die bij me wilden zitten. Dus dat ging ook niet echt soepeltjes of zo. Dus ik had wel even zoiets van, niet zo fijn. Daar drukte ik ook een paar keer verkeerd.
Daarna heb ik even undercover afgekeken. En ik heb de vlog al zover klaar dat die tot en met gisteren af is. Ik heb weer naar Overwater gekeken en daarna naar Zonnestad. Wat ik wel een beetje jammer vond bij Zonnestad. Aan het einde van seizoen 2 is er een van de acteurs is toen plotseling overleden. En het was ook nog een vrij jonge man. Maar ik had eigenlijk ergens nog wel verwacht dat ze bij de aftiteling een soort van ter nagedachtenis aan zouden doen. Maar dat hebben ze dus helemaal niet gedaan. Ja, misschien wilde de familie dat ook niet of zo. Maar ja, ik denk toch voor een van de acteurs die eigenlijk altijd wel meespeelde, is dat toch best wel gek. Ze hebben het opgelost door te zeggen dat hij zijn been had gebroken en dat hij dus daarom niet aanwezig kon zijn bij het huwelijk. Maar in seizoen 3x3 natuurlijk niet meer terug. Ze hebben er ook niet voor gekozen om iemand anders die rol te laten spelen. Dus er kwam gewoon een heel nieuw personage voor in de plaats. Maar ik vond het toch wel, ja, ik vond het toch wel een beetje jammer dat ze dat niet hadden gedaan. Maar goed. Ja, ik ga nu maar eventjes een muziekje aanzetten en de boel opruimen. Ik ga jullie verder ook niet bijzitten vandaag. Als ik heb opgeruimd, ga ik nog even bullet journalen. Maar dat is het dan ook wel. Dus ja, ik was op de vlog aan het editen en hij was al wel weer vrij lang. Dus ik dacht, nou, vandaag hoef ik eigenlijk jullie ook nergens bij te zetten. Het opruimen van de kerstboom is ook niet echt interessant of zo. Dus ja, ik ga de spullen halen en dan ga ik even wat doen. En dan is straks alles weg. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Zo, inmiddels alles klaar. Alles staat weer op zijn plek. En ja, alles is de deur uit. Komt alleen nog de stickertjes. En nog het boompje van mijn slaapkamer halen. Maar dat doe ik morgen wel. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. En dan ga ik vanavond weer doodstil kijken. En even een witsen. Ik ga de foto's bewerken. En verder heb ik weer Overwater en Rex. Dus eigenlijk niet echt heel erg spannend of zo. Maar ah, het viel op zich nog wel mee. Ik was binnen een uurtje klaar. Dus op zich had ik het allemaal wel snel rond. Dus ja, ook wel weer lekker dat het nu allemaal weer weg is. Maar wel kaal weer zo. Maar goed, dat wint ook wel weer. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ja, zoals ik al zei, het was vandaag niet veel. Omdat ik weinig heb. Omdat ik jullie er gewoon niet bij heb gezet. Maar ja, goed. Ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 4 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de nieuwe lipstick op van Friends. En dit is de versie van Monica. Hij is echt daadwerkelijk fantastisch. En het leuke aan deze lipstick zijn, er staat verder geen kleurnaam op. Maar bovenop staat de kleur. Dus er zit een lipje opgedrukt. En dit is dan de kleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik heb ook mijn nagels gedaan. En dat heb ik met het Sally Hansen Insta Dry lakje gedaan. En dit is dan de kleur Let's Jam. Dus kleur 363, die heb ik al wel vaker laten zien, maar ik had wel weer zin in rood. Mijn dag is niet fantastisch begonnen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik werd heel vroeg wakker van slaande deuren en gegeel buiten. Toen ben ik daarna wel weer even in slaap gevallen. Maar toen ben ik naar de brievenbus gegaan toen ik eenmaal wakker was en zo. En er zat een brief in waar ik niet heel vrolijk van werd. Ga ik verder ook niet over uitweiden, want dat is net iets te privé. Maar daarvoor moest ik eventjes wat inscannen. Dan moest ik even mailen. Ik moest even mijn telefoontje doen. Het duurde allemaal iets langer dan gepland. Dus daardoor ben ik ook iets later met het openen van de vlog. Gisteravond heb ik naar Doodstil gekeken. Ik vind het echt een goede serie. Ik vind het wel heel jammer dat er maar 4 afleveringen zijn. Dat vind ik wel. Maar dat was heel leuk. En het leuke is, ik heb Videoland. Ja, mijn vader heeft Videoland genomen. En je kan je account delen met 4 mensen. Of met 3 mensen, inclusief jezelf. Dus je kunt met 4 mensen kijken. Hij is natuurlijk mijn inloggegevens. Nu heb ik Videoland. Dus ik ga vanavond Videoland kijken. Ik ga naar het meisje van plezier kijken. Dat vind ik echt fantastisch. Echt super leuk. Nee, dat vond ik echt super lief. Dat ik dat nu ook heb. Dus zou ik hopen de lockdown wel door. Zou ik bijna zeggen. Maar dat is een beetje overdreven. Want ik kom sowieso de lockdown wel door. Na Doodstil heb ik even witsen gekeken, wat een beetje jammer was. Ik krijg weer een traanoog. Fantastisch. Is dat het al was begonnen en het dus niet helemaal vanaf het begin erop stond. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, maar goed. Zie je de traan rollen? Wow. Dat kan soms gebeuren. Dat heb je ook niet altijd voor te zeggen. Dus dat was wel jammer. Ik heb weer naar Overwater gekeken en naar Rex. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben ook al begonnen met de foto's voor het artikel van morgen. Dus wat dat betreft ging het lekker.
Dus dat was mijn avond. En ik ga nu eventjes stofzuigen. En dan ga ik alles klaarmaken om de video op te nemen voor zaterdag. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Ik weet alleen niet hoeveel batterij ik heb. Want ik heb hem vergeten op te laden. Dus ik hoop in ieder geval dat ik de video doorkom. Dus mocht ik nog genoeg batterij hebben, ga ik jullie nog wel even bijzetten met bullet journalen. Maar mocht dat niet lukken, dan weet je waardoor het komt. Eerst even stofzuigen en dan alles klaarmaken voor de video. Zo, de video staat er inmiddels op. Ik heb er vrij lang over gedaan, maar ik wil alles altijd duidelijk uitleggen en nou ja, dat soort dingen. Dus ik ga nu even de producten terug in het mandje stoppen. Dan kan ik ze vandaag of morgen even opruimen. Ik denk eerder morgen dan vandaag, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is ook niet zo heel veel werk. Dus dat is fijn. Dan ga ik nu even wat drinken, want ik heb best wel een beetje een droge mond gekregen. Dan ga ik daarna eventjes lekker op de journey, want er is nog tijd. Volgens mij gaat het vrij goed met mijn batterij. Hij heeft heel even op de oplader gelegen toen ik me aan het klaarmaken was. Dus op zich is dat wel goed gekomen. Dus ik heb nog wel even wat batterij over. Dus tijd om dit eventjes op te ruimen en dan eventjes gaan bullet journalen. De katjes hebben net gegeten. Ik heb echt even heerlijk gebullet journaled. Maar ik ging in mijn nieuwe journal beginnen voor mijn blog en YouTube. En ik merk dat ik dat heel spannend vind. Ik vraag me af of mensen die misschien ook bullet journalen het herkennen. Ik wil dan in zo'n boek, ik wil heel clean, heel smooth werken en ik wil geen fouten maken. Terwijl ik van mezelf weet, er gaat een keer een moment komen dat je de fout ingaat. Dat moet je accepteren, maar ik wil het zo perfect doen. Echt, dat is zo verschrikkelijk dat ik het gewoon echt heel spannend vind om dan in zo'n nieuw boek te gaan schrijven en tekenen en zo. Ja, dat vind ik echt heel spannend. Nu moet ik ook zeggen dat dit papier iets andere structuur heeft dan de andere boeken. Maar ik vind het op zich wel fijn. Het is even wennen. Ik weet niet precies wat voor papier het is. Maar het is een iets ander kleurtje. En ja, het heeft een iets andere structuur. Maar goed, het was wel heel fijn. Ik ben even bezig geweest met de doodles. Dus ik ben wel even lekker bezig geweest. Even lekker ontspannen. Lekker muziekje erbij. Dat vind ik altijd wel lekker. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks koken. Ik heb het ook ijskoud. Dus ik ga straks, als ik heb gerelaxed, als een malle onder de warme douche. Dan ga ik koken. Dan heb ik vanavond goede tijden. Dan ga ik vanavond Videoland kijken. Sowieso het Meisje van Plezier. Misschien gewoon een andere serie. Ik weet niet. Ik ga even kijken. Maar ik ga sowieso Videoland proberen. Ik moet nog even op mijn iPad zetten. En dan kan ik het streamen naar mijn Apple TV. Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
Verder heb ik weer over water en Rex. En ik moet nog mijn artikel schrijven. En ik moet dan nog even verder met de foto's voor het artikel van morgen. En misschien alvast een groot deel schrijven. Maar ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Ik heb echt last van mijn neus. Ik ben een beetje snotterig. En ik vind die lipstick echt nog steeds heel mooi. Hij zit er nog steeds heel mooi op. Dan heb ik een paar uur op. Ik heb er alleen mee gedronken. Maar... ah, hij zit nog steeds heel mooi. Nou ja, ik ga mijn batterij zo op de oplader leggen en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 5 januari. Ik ben klaargemaakt en ik heb weer een beetje last van mijn oorbelgaatjes. Ik begon gisteravond heel veel pijn te doen. Toen heb ik die ene er eventjes uitgehaald en toen dacht ik, het was helemaal rood. Nou ja, ik ga hem er toch wel weer in doen. Ik heb ze nu iets minder strak gedaan, maar ik snap het echt niet. Want ik heb het echt sinds een lange tijd, ja. Eigenlijk ben ik altijd heel erg geïrriteerd als ik knopjes in heb. En ik snap het gewoon helemaal niet, want ik heb vroeger altijd oorbellen in gehad. Toen had ik wel vaak twee ringetjes in, maar op een gegeven moment wil je eens een keer wat anders. En sinds een tijdje kan ik er heel slecht tegen. Ik weet niet wat het is. En het zijn ook geen nieuwe gaatjes, want ze zitten er al jaren. Dus ik snap het niet zo heel erg goed. Ik kreeg een fantastische foto binnen van Lente. Lente was naar het consultatiebureau geweest, die moest prikjes hebben... en dat vond ze natuurlijk niet zo leuk. Maar ja, welk kindje vindt het wel leuk? Ik vind het nog steeds niet leuk prikken. Maar ze was inmiddels weer blij en ze kan tijgeren. Want ik kreeg gisteren een heel lief filmpje door dat ze aan het tijgeren was. Dus ze gaat echt super hard. Was bij het consultatiebureau trouwens ook allemaal goed. Ze groeit goed. Ze komt heel goed mee voor haar leeftijd. Ze loopt zelfs een beetje voor. Want het is best wel vroeg dat ze al kan tijgeren. Maar ja, het was wel super leuk om te zien. Ze vindt gewoon alles heel leuk om te ontdekken. Dus dat was echt super leuk. Ik heb gisteravond naar een documentaire gekeken. Ik ben Videoland gaan kijken op Videoland. En dat was met John van den Heuvel. Hij ging een beetje naar de mokromafia. Hij dook een beetje in criminele wereldjes, zeg maar. Wat is dit nou? Oh, ik heb weinig stroom op mijn horloge. Snap ik niet hoe dat kan. Die gaat zo dan op de oplader. En om te kijken van nou, en dan zag je van hoe die mensen dus communiceren. Ze communiceren met Blackberries, met versleutelde berichten. En je krijgt een beetje een kijkje in het wereldje hoe ze dus te werk gaan. Die criminelen zitten volgens mij ook allemaal vast nu. Maar het was wel heel interessant om te zien. Het is natuurlijk wel heel triest omdat er heel veel slachtoffers zijn gevallen. Maar ja, ik vond het ook wel interessant om te zien van dat je een beetje een kijkje krijgt in de denkwijze van die mensen. Van waarom doen ze wat ze doen. Dus dat. Daarna heb ik naar het Meisje van Plezier gekeken. Seizoen 3, dat was ook super leuk. Heel erg van genoten. En... ik heb mijn berichten voor vandaag heb ik mijn bericht ingepland. Die staat al online. Ik heb mijn blogbericht van gisteren online gezet. Daarna heb ik weer over water gekeken en nog even Rex. Dus wat dat betreft was het een prima avondje. Wel lekker productief. Dus dat was wel goed allemaal. Nu ga ik soms eventjes een was aanzetten. Ik moet nog even het kersthangertje op de slaapkamer moet nog even weggehaald worden. Die kan terug in de doos. Daarna ga ik de kattenbakken doen, de douche in de gang. En dan zet ik jullie er even bij als ik de was ga opvouwen. Want de douche laat ik dan een keer voor wat het is. En dan die ga ik wel schoonmaken, maar niet met het vloggen erbij. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Dus niet heel bijzonder, maar ja, dat is het wel. Dus ik ga beginnen om eventjes een wasje aan te zetten. En dan ga ik maar even aan de gang, want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus tijd om wat te gaan doen. Thank you.
inmiddels ben ik klaar. Je hebt echt last van het achtergrondgeluid, want de wasmachine is aan het centrifugeren. Maar ik heb nu sinds zondag deze afwasmiddel in gebruik, of zaterdag. En die is zo lekker. Deze is van de Action. Dat is van het huismerk. En ik weet wel, zodra de Action weer open gaat en ik zou er weer een keer komen, wil ik die gaan inslaan. Want hij ruikt echt super lekker. Hij was ook heel goed schoon af. En ik heb er eigenlijk een beetje spijt van dat ik er niet toen een aantal extra heb meegenomen. Maar ja, omdat ik hem nog nooit had gebruikt en ik wel even wilde weten of die goed was. Ja, dan denk ik, dan kan je er een heleboel meenemen. Zometeen bevalt het niet. Zit je met al die flesjes. En ik had toen ook nog redelijk wat voorraad. Maar ik ben nu door alle voorraad heen wat betreft de afwasmiddel. Dus ik ga donderdag gewoon eventjes een nieuwe meenemen in de supermarkt. Maar deze wil ik zeker weer hebben zodra het weer mogelijk is. Ik ben echt moe. Ik ben echt heel druk geweest. De gang is helemaal klaar. De douche weer helemaal. Nou, de kattenbakken zijn schoon. Ik heb zelfs nog een deeltje van de keuken meegepakt. Ook alle bakjes van de katten en zo afgewassen. Nou, de wasopvouwen hebben jullie gezien. Dat heb ik nu in de slaapkamer in de wasmand gedaan. Want ik heb geen puff meer om het naar boven te brengen. Nou, deze was dus straks klaar. Die moet dan nog opgehangen worden. Maar ik heb nu wel echt last van mijn rug. Want het was echt wel intens. Maar ik merk ook het nieuwe jaar. Ik heb een soort schoonmaakwoede in me. Ik vind het altijd lekker om het huis schoon te maken. Maar het is nu extra zo van, oh, we hebben een nieuw jaar. Alles moet weer even, moet nog schoner dan dat ik het normaal schoonmaak of zo. Ik weet niet wat het is. Misschien herken je het wel. Misschien ook niet. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten koken. Vanavond kijk ik Goede Tijden en Married at First Sight. Want het nieuwe seizoen begint. Daar heb ik wel heel veel zin in. Want dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Ik ga proberen de vlog af te maken. Foto's bewerken. Ik heb Rex en ik heb Over Water. Ja, verder eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders. Dat wordt verder mijn avond. In ieder geval even heel goed uitrusten. Want ik heb zo last van mijn rug nu. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ja, ik heb geprobeerd jullie een beetje, toch ook een beetje met oud en nieuw en zo mee te nemen. En ik probeer ook wat meer dingen anders te filmen dan dat ik normaal doe. Zodat er wat, ook een keer wat andere content in zit. Maar daar ben ik nog een beetje mee bezig. Maar goed, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. En daarnaast staat ook een belletje en die kun je aandrukken. Krijg je melding zodra een nieuwe video online staat. Het leuke wat ik je alsnog wel even mee wil geven is dat mijn abonnees nu op 344 staan. Dus ik heb alweer 2 nieuwe abonnees in het nieuwe jaar mogen verwelkomen. Dus welkom op mijn kanaal. Super leuk dat je geabonneerd bent. Ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te mogen zien. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ja, zie ik je bij de volgende video weer. Doeg!